Thank you.
zetten. Welkom allemaal bij deze live online woonkamerpresentatie van Amfibieën en de Paddentrek in Zoetermeer. En die geef ik samen met Winfried van Merendonk. Ik wil mezelf heel even kort voorstellen. Wouter Parent en bestuurslid Media Digitaal bij de Vogel- en Natuurvereniging Zoetermeer. Nou, dat is natuurlijk de nieuwe naam, hè, de oude naam, de Vogelwerkgroep. Maar we doen eigenlijk al jaren heel erg veel meer dan alleen vogels. Dus vandaar ook de naamswijziging. We doen veel meer met algemene natuur. En daarom ook deze presentatie. Ikzelf ben actief met fotograferen van vogels en ook steeds meer bezig met de biologie van vogels. En dat trekt gewoon enorm aan. Het is hartstikke leuk om mee bezig te zijn. En daarnaast ben ik ook vrijwilliger voor de RAVON. Ik doe namelijk ringslangenonderzoek in Gouda in een trajectje. Dus ja, natuur altijd met de paplepel ingegoten en nou, lekker mee bezig. Ja, Winfried, jij bent er al veel langer dan ik ben bezig, want je bent docent. ja, Winfried van Merendonk, docent biologie. En bioloog, in Leiden biologie gestudeerd. Dat is geen beroep, maar docent biologie wel. En eigenlijk ook al jaren bezig met alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit. Dat was Foppie Brouwer, maar dat is gewoon heel lang geleden. Dus gewoon vroege vogels, ja. En specifiek de amfibieën, daar geef je natuurlijk ook les in je biologie. Ja, ik vertel ook wel verschillen tussen de soorten amfibieën, verschillen tussen amfibieën en reptielen. Dus ik vind het wel belangrijk dat mijn leerlingen ook enig besef krijgen van biodiversiteit. Wat zijn de verschillen? Nou, wat eten die dieren allemaal? Wat voor rol spelen ze in de voedselketens? En dat soort zaken, dat is leuk om uit te leggen. En kinderen hebben daar zeker in de brugklas echt belangstelling voor. Dat valt mij altijd weer op. Zijn ze met vakantie geweest en dan komen ze met allerlei verhalen terug. En dan denk ik, geef ze even de kans als biologiedocent om echt even los te gaan van wat heb je allemaal meegemaakt in je vakantie. En dan gaan ze los, dat vinden ze prachtig. Ja, dat had ik ook al met vakantie, slagjes op de kano mee. Ja. En Fido en Dido heb ik ze genoemd. En, altijd bezig met beestjes en diertjes. Ja, mooi. Ja. Omdat ik dit keer niet alleen de regie verzorg, maar dus ook hier sta om interviewend door de presentatie en door het leuke foto's en videomateriaal te komen. Betekent dat ik heel af en toe moet weglopen om het volgende presentatiescherm aan te zetten. Dat ga ik nu even doen en dan gaan we nu lekker van start. En over een paar seconden weer terug. Ja. Oh ja, ik zie mezelf ook staan daar achter. Oké, nou daar gaat-ie. Daar gaan we. Ik moet alleen nog even hier een klikje doen. Zo, als het goed is. Jawel. Ja. Nou, dan komt die parent ook weer in beeld. Oh jee. Nou, voorstellen hebben we gehad. Ja. Winfried, ja, eigenlijk meteen de perfecte foto. Meteen het biotoop van de amfibieën in Nederland. Ik weet het nog precies, ja. Dit was bij Libellenreservaat in Rokkeveen. Een aantal jaren geleden kwamen mijn vrouw en ik in feite op het idee van, nou zou dit niet wat zijn, want we vonden daar een vuurlibel. Dat vonden we zo bijzonder. En uiteindelijk met waterschap en dergelijke overleg met gemeente en dergelijke. Nou ja, lang verhaal kort. Libellenreservaat is inderdaad gesticht daar. Achter mij is een zuurstofplant te zien, de krabbescheer. Die hebben we toen geïntroduceerd daar. Is helaas niets geworden. Maar libellen die zitten er wel alleen, het valt dit jaar nog een beetje tegen, maar amfibieën zitten er ook volop. Ja, dat valt me inderdaad ook op. Vorig jaar was het natuurlijk al vrij vroeg een langere tijd warm. Ja. En toen heb ik in die kinderspeeltuin, dat plekje in het Libellenreservaat waar je niet mag komen met fietsen en met brommers, et cetera. Ja. Het was enorm druk met verschillende soorten vlinders, blauwtjes, Icarus blauwtjes, heel erg veel. Ja. Ook libelles, weet ik het. En dat is dit jaar inderdaad minder. Maar dat heeft met de temperatuur te maken? Ja, absoluut. Ja, het begint eigenlijk met de vuurjuffer. En ik denk dat we zeker nog eens een libellenpresentatie moeten doen. Want daar is zoveel over te vertellen. Ja, want jij bent medeoprichter van libellenreservaat. Medeoprichter, dus dat is leuk om over te vertellen. En dat hebben we van het begin af aan meegemaakt. Maar ja, wat amfibieën betreft kun je ook terecht daar. Dus
Ja, het moet even wat warmer worden, wat stabieler weer worden en dan gaat dat vast goed komen. Ja, en dan mezelf. Dit is in een van mijn, ja, ik mag wel zeggen, iets favorietere habitats. Reptielen vind ik enorm interessant en ik ben dus ook regelmatig op de Veluwe te vinden. Nou, hier ben ik vorig jaar op zoek geweest naar wat addertjes, maar dit was al vrij laat. Het was ook heet die dag en bij hitte ga je toch zien dat de slangen ook de verkoeling opzoeken. Net zoals vogels, hè. Als het heel heet is, dan komen vogels ook een stuk minder. Dan zoeken ze ook wel de schaduw op. Laten we maar eens gaan beginnen met de algemene uitleg van wat zijn amfibieën nou eigenlijk? Ja, de amfibieën zijn in feite dieren, gewervelde dieren. En die amfibieën die leven zowel in het water als in het land. En het is een beetje afhankelijk van de soort, of ze nou ja, als volwassen dier dus ook in het water leven. Maar je kunt in ieder geval bij amfibieën zeggen dat ze als larf en als ei in het water leven. Want die eitjes van amfibieën, daar zit altijd zo'n gelatine laagje zit eromheen. En we kennen natuurlijk allemaal het kikkerdril. En bij de, als we straks aan de salamanders toekomen, dan volgt er een uitleg van hoe dat allemaal dan precies in zijn werk gaat. Maar die eitjes die mogen niet uitdrogen. Dus amfibieën zijn altijd afhankelijk voor hun voortplanting van het water. Je ziet ook staan wisselende lichaamstemperatuur. Ik heb een ontzettende bloedhekel aan het woordje koudbloedig. Want ik zie dat ook in allerlei biologieboekjes staan. En dat wordt dan weer overgenomen, komt in het volgende boek te staan. Tegenwoordig werken we nauwelijks meer met biologieboeken. Het gaat allemaal via internet. Maar dat koudbloedig, kijk, een tropische vis, die kun je onmogelijk koudbloedig noemen. Omdat natuurlijk die lichaamstemperatuur dan al door de watertemperatuur al hoog is. Maar wat wel een feit is, is dat ze een wisselende lichaamstemperatuur hebben aangepast aan de omgeving. En dat is in feite de omgevingstemperatuur. Dat kan soms ietsje hoger kan dat zitten. Nou, de larven leven inderdaad in het water, die groeien daarop. En die larven van kikkers, ja, die ondergaan in feite een metamorfose. Hè? Want als je kijkt naar de kikker, dan heb je als larf, dan noemen we dat kikkervisje. En bij padden kun je spreken van paddenvisjes. Dan hebben ze nog geen poten, dan komen op een gegeven moment komen de achterpoten door, dan komen de voorpoten door en dan gaat langzaam maar zeker, dan verandert dat darmkanaal van een vegetarische leefwijze. Dat verandert langzaam maar zeker, dat darmkanaal dat wordt korter. Hè. Als ze planten eten, dan hebben ze een lang darmkanaal. Worden het vleeseters, dan krijgen ze een korter darmkanaal. En niet te vergeten, de ademhalingsorganen die veranderen ook. Hè. Want ze gaan over van huid plus kielademhaling. Ze hebben uitwendige kieven, van die flapjes opzij. Gaan ze uiteindelijk dus over in de huidademhaling, dat blijft, maar ook longademhaling. Je ziet ze ook steeds vaker naar het wateroppervlak komen. Op een gegeven moment komen ze eruit, stoten die staart af, die wordt in feite geresorbeerd. En als volwassen dier dan zitten ze zowel op het water, nog wel in het water, in ieder geval in een vochtige omgeving en in het land. Nou, de kiel- en huidademhaling, daar heb ik het over gehad. De long- en huidademhaling ook bij volwassenen. En ja, bij kikkers zien we duidelijk dat er sprake is van dril. Iedereen kent wel zo'n klomp van dat kikkerdril. Dat geeft ook veiligheid voor die larven. Hè. Dat is wat moeilijk voor watervogels bijvoorbeeld om daar grip op te krijgen. Eenden zijn er trouwens wel meesters in. Hè. Die hoeven die ribbeltjes in de snavel zitten. Dus die kunnen dat naar binnen slikken. Padden hebben geen dril, maar die hebben snoeren. En die snoeren die kunnen ze om planten wikkelen. En die eitjes die zitten dan eigenlijk zo paarsgewijs zitten ze in een snoer. Dat lijkt wel een soort DNA-keten. Waarbij de het is inderdaad één grote sliert. Gewoon een sliert. Sliert met kikkerdril. Precies. Ja, paddendril. Ja. Ja, en dat vind ik bij een vroedmeesterpad. Nou, daar moeten we gaan voorbij gaan, omdat die hier in Zoetermeer in ieder geval niet voorkomt. Maar wat dat toch wel heel aardig is, dat is dat het mannetje van de vroedmeesterpad het snoer van het vrouwtje, hè, als dat eenmaal bevrucht is, die eitjes, die wikkelt dat om met de achterpoten om het achterlijf. Dat is een heel apart gezicht. En de salamanders niet te vergeten, daar wordt zeker aandacht aan besteed. Wat we hier in Zoetermeer hebben is de kleine watersalamander. En die zetten dus solitair, dus apart, allemaal die eitjes af door met hun achterpoten de eitjes vast te kleven in feite tussen een dubbelgevat blaadje, bijvoorbeeld van waterpest of een ander waterplantje. En ze zijn, zoals Wouter eerder al aangaf, tenminste net hoor, voor de presentatie, ze zijn ontstaan uit vissen, die amfibieën.
Ja, en ja. Van origine, zeg maar, als we teruggaan in de geschiedenis, dan zijn die beesten dus uit vissen ontstaan. Ja. Kun jij wat vertellen over die evolutie van die vis naar de amfibie? Ja, we hebben eigenlijk wel een aantal soorten amfibieën. Die kun je nog wel terugvinden ook in fossielen. Er blijft altijd wel iets van afdruk en dergelijke van over. Maar als we denken aan slijkspringers, die je bijvoorbeeld in mangrovebossen vindt. Ik heb ze in het echt gezien in Indonesië. Daar zie je ze dan op de uitlopers van die wortels van de mangroven aan de kust. Hè. Zie je die slijkspringers zitten. En die moeten regelmatig, ze gaan op zijn tak zitten, moeten ze dan even het water in of in een vochtige plas. En wat je dan steeds ziet, dat is dat ze die kieuwen, dat ze die even nat maken. Dan kunnen ze zich zo op hun zij leggen en dat is echt zo'n overgangsvorm van de vis, zou je kunnen zeggen, dan richting amfibie. Oké. Okay. Dat is leuk. Ja. En je vertelde die wisselende lichaamstemperatuur. Hè, dat je eigenlijk bij de amfibie niet echt wil spreken van een koudbloedig dier. Ja. Is het nou ook zo, ik heb bijvoorbeeld gisteren heb ik bij een vijver, daar gaan we het zo nog even over hebben, ja. Vijverecologie. Mm-hmm. Gezien dat, wat ik eigenlijk heel erg van reptielen ken, is dat ze de warmte opzoeken om te kunnen bewegen. Hè, als ze geen warme dag hebben, ga je ze niet zien. En dan zijn ze ook heel traag. Heb je dat nou met amfibie ook? Ja, amfibieën worden wel trager als het te koud is. En die amfibieën die zijn dan met name afhankelijk van de watertemperatuur. En veel reptielen die leven buiten het water, dus die moeten echt die zonnewarmte hebben. Maar wat je inderdaad ook al eerder liet zien, dat is dat je zo'n kikker bijvoorbeeld op de rand van de vijver ziet zitten, op zo'n houtblok. Ja, dan kunnen ze het wel even opwarmen. En als het te gek wordt, dan duiken ze weer het water in. Ja, of als je het te dichtbij komt met je camera. Zijn ze ook foetsie. Flinke sprong, hup, plons. Ja. Dat is vaak wat je van de kikker merkt. Een flinke plons. Ja, plons en daarna zie je hem weer. Ja, klopt. Nou, dan hebben we natuurlijk gekeken naar, specifiek naar Zoetermeer. Als jullie trouwens vragen hebben tussendoor, schrijf ze op. Beantwoorden ze strakjes live. Je ziet aan de rechterzijde zie je een chatvenstertje. En in dat chatvenster daar kun je vragen stellen. Als je je naam erbij zet, als je niet bent ingelogd, dan als je je naam er even bij zet, dan beantwoorden we strakjes al je vragen. Nou, de soorten amfibieën in Zoetermeer. Natuurlijk, als je zelf lekker de natuur in bent en je kent een beetje de natuurgebieden, dan weet je de leefomgeving van die beesten. Zeg je nou van, nou, ik ben op zoek naar een bepaalde kikker of paddensoort en ik zou die graag willen fotograferen of ik wil graag kikkerdril fotograferen. Nou, dan is waarneming.nl is een ontzettend handige site. Daar kun je namelijk heel specifiek op gebied zoeken en ook op soort zoeken. En dat kan zowel voor de hoofdsoorten, maar ook voor de ondersoorten. Dat betekent dus dat je heel specifiek ergens een uitje of een daguitje van kan maken om jouw favoriete beest te gaan zien. Nou is dat natuurlijk niet altijd wenselijk. Je kunt je voorstellen dat als er een heel bijzonder dier gezien is, of een beschermde diersoort, dat het niet wenselijk is. En dan ga je in waarneming, ga je automatisch zien dat de locatie wordt afgeschermd. Dat zie je bijvoorbeeld bij de adder, de Vipera berus, zoals die wordt genoemd, de wetenschappelijke naam. Die heeft een beschermde status in Nederland. En alle waarnemingen die in waarneming.nl gezet worden, die worden afgeschermd. Daar wordt dus wel wat mee gedaan. Hè. De wetenschappelijke achterkant, de Ravon bijvoorbeeld, hè, die de reptielen meet, die halen die data er wel uit. De waarneming is voor de buitenwereld niet zichtbaar om het beest te beschermen. Nou, dan gaan we het hebben over de amfibie die nou echt in Zoetermeer leven en zijn aangetroffen. Hebben jullie daar nou aanvullingen op? Meld het alsjeblieft even in de chat. Ik zal zo meteen eventjes in de chat kijken of daar nog aanvullingen zijn. Want dat is ook wel leuk om het daarover te hebben. Nou ja, allereerst natuurlijk Winfried. De gewone pad. De bufo wetenschappelijk. De bekende. De bekende, mooi beestje. Nou, een van de vragen was, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een kikker en een pad? En eigenlijk is dat een hele goede vraag, want er zijn duidelijk wel verschillen tussen kikkers en padden. Nou, je gewone pad die is wijdverspreid, een algemeen voorkomend dier. Ja, niet overal. Je merkt wel dat er hier en daar toch wel sprake is van achteruitgang. Daar ging ook een van de vragen over. Maar een pad kun je eigenlijk herkennen doordat hij een wat wratachtige, ruwe huid heeft.
Dus dat is niet zo glad en ja, een beetje slijmerig aanvoelend, zeg maar. Hoe het er niet te veel aan moet komen aan zo'n beest. Als van een kikker. En bovendien hebben ze zogenaamde paratoïden. Dat zijn gifklieren aan de zijkant van hun kop. Dus je echt van die verdikkingen zie je dan lopen. Dat zullen we straks weer zien op een plaatje nog. En wat een mooi verschil is, die padden die hebben eigenlijk veel minder gespierde achterpoten. Dus ze kunnen misschien een heel klein sprongetje maken, maar het zijn meer kruipende dieren dan dat ze springen. Maar kikkers die hebben echt gespierde achterpoten. En dat merk je ook als je in de tuin aan het werken bent, dan kun je een ongeluk schrikken dat er opeens een kikker uit zo'n plant tevoorschijn komt. Je schrikt toch altijd eventjes hoor, dus, dat begrijp ik helemaal. Dan gaat het meest om de bruine kikker die daar verderop staat. Ja, we gaan het straks ook even zien. We hebben een hele mooie afbeelding waar de verschillen op staan. Dus gaan we even wat dieper in op de exacte verschillen. Ja. De rugstreekpad, ja, ook dat. Ja. Eigenlijk wordt er weer precies aangegeven hoe het beest eruit ziet. Ja, dat absoluut, de rugstreekpad. Er zijn rugstreekpadden die geen rugstreep hebben. Dat maakt het misschien een beetje lastiger, maar een rugstreekpad die heeft, als je kijkt naar de achterpoten, eigenlijk hele korte achterpoten, veel korter dan die van de gewone pad. En een rugstreekpad, dat is een echte pionier. Daar bedoel ik mee dat je ze bijvoorbeeld op opspuitterreinen vindt, op terreinen waar weinig plantengroei is. En daar kunnen ze zich met hun achterpoten kunnen ze zich ook ingraven. Dat is ook wat er gebeurt. En we hebben het wel het idee dat ze ook overgebracht worden. Als er zand moet worden overgebracht van de ene locatie naar de andere. Nou, dan binnen de kortste keren zitten daar rugstreekpadden. En ze kunnen best een afstandje afleggen, een aantal honderden meters. Tot misschien maximaal wel 500-600 meter. Ja, heel veel meer zal dat niet zijn. Dus het is echt heel opvallend hoe snel ze dat weten te vinden. Dus vermoedelijk komen ze dan mee als klein rugstreekpadje. Uiteindelijk dus met het zand wat opgebracht wordt. Ja. En de overlevingskans van zo'n rugstreekpad in zo'n bergzand? Ja, kijk, ze zijn ook gewend om zich in te graven. Dus als ze niet al te diep onder het zand zitten, dan graven ze zich uit. Dat helemaal goed komen. Dan gaat het goed komen, ja. Ja. En dan hebben we vervolgens de kikkers staan. En voor de kijkers thuis, nu even geen foto, maar strakjes heel erg veel fotootjes en leuk videomateriaal. Dus niet getreurd dat je nu niks ziet. Het komt. De kikkers. Komt eraan. Nog even het verhaaltje. We zien staan de poelkikker, de bastardkikker en de meerkikker. Die vormen dan het zogenaamde groene kikkercomplex. En dat kan ik even toelichten. Er zijn andere namen trouwens voor. De poelkikker wordt wel de kleine kikker, kleine groene kikker genoemd. De bastardkikker wordt ook wel de middelste groene kikker genoemd. En de meerkikker de grote groene kikker. Om een beetje aan te geven waar de verschillen zitten. En het is zo dat die poelkikker, die kan bastarderen met die meerkikker. Die vormen dan een kruising. Je kunt dat dan als soorten zien, die poelkikker, meerkikker. En dan ontstaat de bastardkikker. Die bastardkikker, die schijnt zich onderling dan met andere bastardkikkers niet voor te planten. Dat levert dan geen vruchtbare nakomelingen op. Maar bijvoorbeeld wel met poelkikker. Ik zal het er niet te ingewikkeld maken. Maar dus degene die wel eens van triploïdie heeft gehoord, die en denk, dat is nog wel iets speciaals mee aan de hand. Qua aantallen chromosomen. Want dat zie je bij mensen niet hoor. Dat er een triploïd setje van chromosomen voorkomt op een gegeven moment in het kruisingsproduct. Het is best wel lastig om dat uit elkaar te houden. Dan moet je echt naar de metatarsusknobbel kijken. Dat is, ze hebben ook van die graafpoten. Dan moet je de achterpoten bekijken en hoe groot dat knobbeltje is. Ja, dan moet je ze echt in de hand hebben. Dus dat wordt een lastig verhaal. Het geluid is wel verschillend. Ik ga niet proberen om het na te doen, maar straks krijg je wel wat te horen. Je kan het. Je kan het, je kan het. Nee, ik weet dat hij hele mooie filmpjes heeft, dus dat komt helemaal goed straks. Ja, de filmpjes staan er leuk in. Dank aan Edo. Ja, precies. Dankjewel Edo. Ja. En met name die poelkikker, die kan echt hele concerten vormen. Je kunt ze hier in Zoetermeer, bij het Prielenbos, kun je ze aantreffen. Prachtige gezichten. Die hebben echt twee van die kwaakblazen, links en rechts van de kop. En die kunnen ze helemaal opblazen en dan gaan ze helemaal los. En dat kan, dat hadden we toevallig net hierover. Als er maar een vliegtuig eventjes overkomt of je hoort een onweersklap en dan... Dat stimuleert eigenlijk dat gekwaak van die beesten. Dan gaan ze opeens helemaal los met z'n allen.
En dan hebben we de algemene bruine kikker, zou ik willen zeggen. Ja, de bruine kikker. Ik noem dat altijd in de wetenschappelijke naam de Rana esculenta. Maar er is ook weer een andere genusnaam. De geslachtsnaam is dat als die eerste naam voor bedacht. En ja, op grond van DNA-onderzoek. Maar ja, bruine kikkers, iedereen die een tuin heeft met wat planten en wat rommelige hoekjes, hè, niet te veel aangeharkt, die heeft vast wel bruine kikkers in de tuin. En dat is wel een kikker die zich best goed over het land kan verspreiden. Je ziet die groene kikkers wat meer in de buurt van water, maar bruine kikker wel in de voortplantingstijden, natuurlijk zo maart, april. Maar daarna komen ze eigenlijk meer op het land tegen dan in het water. Ja. En qua bedreigingen, die bruine kikker als die op het land ten opzichte van het water zit? Ja, bedreigingen bedoeld van predatoren die daar We gaan er zo natuurlijk nog wat dieper op in. Maar ik kan me voorstellen als die gewend is om geboren te worden in het water en dan in één keer het land op gaat, dat dat ook een omslag voor zo'n beest is. Ja, dan... dan moeten ze in ieder geval in een vochtige omgeving zitten, want anders drogen ze uit. Dus dan gaat het eigenlijk al mis. Dus meestal is er rond die tijd dat ze uitkomen, dan heb je voldoende plantengroei. En dan blijft het eigenlijk al vochtig in de tuin. En ja, als je dit weer hebt wat we op dit moment hebben. Ja, kijk maar even naar buiten. Het regent lekker. Toen ik hierheen kwam, toen moest ik snel lopen om bij... Wouter hier thuis te komen, want anders was ik verzopen, dus zo weer is het. En dat is wel heel goed amfibieën weer. Dus als de weersomstandigheden gunstig zijn, dan kunnen ze zich flink verplaatsen over land. Ja. Nou, dan hebben we nog de andere amfibieën in Zoetermeer, de kleine watersalamander die zo nu en dan wordt aangetroffen. Ja. Ja, dat is een ander soort salamander dan de salamander die mensen vaak wel tegenkomen. En dan wordt het toch wel vaak ook verward met de andere reptielen. Oh ja, dat salamander is, vaak verward wordt met een reptiel. Ja. Hoe zit dat? Kijk, ik sta voor de klas en in de brugklasse vraag ik wel eens van... Nou, hoe was jullie zomervakantie? Heb je nog wat leuks gezien? En dan krijg ik soms als antwoord van... Ja, ik heb een salamander gezien. En ik was met mijn ouders in Griekenland en we waren in een heel droog gebied. En we konden hem niet zo goed zien, want hij rende vol ons uit. Ja, als ik zoiets hoor, dan heb jij geen salamander gezien, maar dan heb jij een hagedis gezien. Hagedis. En dan heb je eigenlijk al een belangrijk verschil te pakken, want ja, het zijn kruipende dieren. Ze hebben vier pootjes, ze hebben een staart. En dus dat lijkt zo grofweg wel iets op elkaar. Maar ja, nogmaals, zo'n salamander, dat is een amfibie. Dus die heeft een dunne huid, hè, waarbij ze in feite ook makkelijk dus vocht kunnen kwijtraken. Ze kunnen ook wat vocht opnemen zo via die huid. En bij reptielen die gaan een stapje verder, want die hebben schubben op de huid. En dat betekent dat ze dus dat vocht dus binnen moeten vasthouden in dat lichaam. En dat ze, ze zullen niet vaak drinken, maar ze kunnen bijvoorbeeld via prooien, moeten ze dan het vocht moeten ze echt binnenkrijgen op die manier. Ja, dus dat is al een belangrijk verschil. En kleine watersalamander, dat is dan de meest algemene soort. Ja, of misschien in het noorden van Friesland, hier en daar, Waddeneilanden, dat ze daar niet voorkomen. Of ze moeten toevallig uitgezet zijn. Maar kleine watersalamanders, die kun je in je tuin vinden. Die kun je bijvoorbeeld in putten vinden en dergelijke. Dat is wel eens een probleem, hè. Behoort langs de weg, maar het water uiteraard moet worden afgevoerd. Dat daar die amfibieën in, die kolken als het ware. Dat ze daarin kruipen. En, dan vallen ze naar beneden. Is het gebeurd natuurlijk. Ja, want, de kruipruimte wou ik zeggen. Ja. Bijvoorbeeld bij, dat is lekker nat natuurlijk, vochtig. En daar kun je ze wel eens in flinke aantallen aantreffen. Of in de tuin, onder stenen, onder houtblokken. Ja, want een salamandertrapje om de put uit te kruipen, dat kennen we nog niet, hè? Nee, en ik weet ook niet of ze dat doen. Meer, maar... Die padden zijn misschien slim, hè? Maar die kunnen wel een beetje klauteren en zo. Maar die salamanders, dat... Nee. Laten we maar eens gaan kijken naar wat beeldmateriaal. Wat we hier gaan zien, dat is de typische bruine kikker. Ja, daarbij zie je natuurlijk de kwaak al ontstaan. Ja. Wat je ziet is een kwaakblaas. Dat is eigenlijk een keelblaas in dit geval. Dus in tegenstelling tot de groene kikker, die van die blazen opzij heeft. Dat kent iedereen wel van filmpjes. Je gaat er straks wel mooie opnames van zien. Nou, dit is een voorbeeld. Het beest maakt ook een ander geluid. Als je dit in je vijver hebt, krijg je geen ruzie met de buren.
Dus dan, dat is wat onderdrukt gebrom eigenlijk, wat die bruine kikker maakt. Je kan hem meestal heel goed herkennen aan zo'n donkere vlek, wat daar achter dat oog zit. Echt een hele opvallende streep is dat. De kleur kan variëren hoor, dus die naam die zegt niet zoveel. Want ik heb wel groene, bruine kikkers gezien en ik heb ook bruine, groene kikkers gezien, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, precies. Ja. Nou, gaan we maar eens naar een filmpje kijken. Laten we hopen dat het geluid het doet. Dat is altijd even, dus, even afwachten. Ga duimen voor je, Wouter. met de lokale opname deed hij het. De streaming gaat voorlopig ook goed, dus we gaan het zien. Nou, wat je ziet. Ja, even toelichten maar. Je ziet hele klompen kikkerdril. Toevallig waren Hanneke, mijn vrouw en ik in Drenthe, of zo half maart. En dan zag je een soort orgie van kikkers. En allemaal tussen dat dril, wat je hier ziet. Die donkere stippen die je erin ziet, dat is in feite het embryo. En die embryo's, die kunnen eigenlijk, doordat ze zo donker zijn, kunnen ze veel zonnewarmte opnemen. Nou, je ziet ook dat die bruine kikker, dat die een beetje blauw-grijs van kleur is. Maar we hebben tot onze verrassing hebben we ook de heikikker toen kunnen vinden. Die vinden we hier niet bij Zoetermeer, maar komt wel in het veenweidegebied voor. Richting Haastrecht en zo die kant op. En daar zijn die mannetjes een paar dagen, die zijn echt hemelsblauw van kleur. En dat heeft te maken met die geslachtshormonen die pigmentvorming veroorzaken. Echt een ongelooflijk gezicht was dat. Maar je ziet nu ook heel veel kikkerdril eigenlijk buiten het vocht liggen. Hè? Buiten het water daar aan de achterkant. Ja, en ja, dat kunnen ze wel overleven, want die kikkers zijn er een beetje op ingericht dat dril dat kan veel vocht vasthouden. En zo opvallend, als dat uit het lichaam komt van dat vrouwtje, daar zitten eiwitten tussen die heel veel water opnemen, die vormen een gelatinelaag. Dus ze kunnen eventjes dat vocht vasthouden en als zo'n plas dan wat uitdroogt, hoeft dat geen probleem te zijn. Als het natuurlijk echt helemaal droog komt te staan, ja, dan krijgt zo'n amfibie populatie wel een klap. Dat klopt. Nou, laten we nog even kijken naar de kikkerorgie. Ja, dat is het wel, als je dit zo ziet. Ja, ze springen op elkaar, ze springen op andere soorten, ze zijn helemaal dol. Ja, het probleem is wel eens dat die vrouwtjes ook wel eens kunnen verdrinken doordat er meerdere mannetjes opspringen. Of dat een pad bijvoorbeeld weer zo'n kikker grijpt, dat die gewone padden die zijn ook actief rond die tijd. En soms grijpen ze een goudvis die ergens in een vijvertje zit en dan gaat het ook mis. Dus ze zijn helemaal wild. Nou Winfried, mag jij even uitleg geven over de volgende video en dan gaan we het over de groene kikker hebben. Ja. Ik eens even kijken of er in de tussentijd vragen zijn. Oké. Nou, wat we hier zien is inderdaad een groene kikker en je zou hem bijna in de hand moeten hebben, maar dat doen we niet. Maar ik voel dat dit de poolkikker of de bastardkikker is, een van deze twee. En die streep zegt ook niet alles hoor. Je ziet een streep daar middenop. Het is toevallig een echte groene kikker in de zin van de kleur. En juist omdat het vaak zo onduidelijk is met welke soort we nou precies te maken hebben. Is het nou de poolkikker? Is het nou meerkikker wou ik zeggen, ja. Of is dat nou die kruising, die bastardkikker? Daardoor kun je het beste bijvoorbeeld, als je die doorgeeft via waarneming.nl, dat zou het handig zijn om gewoon groene kikker spek te noteren. Dat spek staat voor species. En de species geeft aan van soort. En dan gaat het om een onbepaalde soort groene kikker. Want het is nog niet zo heel lang geleden dat er besloten is van, nou, we gaan dit het groene kikkercomplex noemen. Want wat blijkt dat ze, genetisch, dat er toch te veel verschillen zijn. En op de volgende dia. Nou, we gaan nu even het videootje. Oh, je gaat het videootje. Dit is een videootje waarbij je ook weer wat geluiden hoort van, de groene kikker. Ja, mooi. Nou, je ziet dat prachtig, hè? Ze hebben een soort spleten in feite aan de zijkant van de kop. En dan daar komen die kwaakblazen, die komen dan tevoorschijn, die zie je dat nog eens. Heel mooi, van een laag standpunt gemaakt.
Nou, ik krijg meteen een vraag binnen, Winfried. Oké. Okay. Kikkerdril. Ja. Is kikkerdril beschermd? Nee, de wetgeving die zegt van kikkerdril, dat mogen kinderen en dergelijke die bijvoorbeeld voor school iets willen meenemen of dat thuis willen zien. Die mogen dat meenemen, ze kunnen dat in een bakje doen, dan kun je wat waterplanten bij doen. Gelukkig is dat nog mogelijk. En daarna mag je dat, als het dan kikkertjes worden in feite, de hele ontwikkeling gevolgd, dan moet je het eigenlijk weer uitzetten. Maar laten we zeggen, dus die volwassen amfibieën, die volwassen kikkers en dergelijke, die zijn wettelijk beschermd en die mag je dan niet zomaar verplaatsen. Ja, hier de bastardkikker, inderdaad. Ja, die mannetjes bespringen elkaar ook, maar ze kunnen ook naar elkaar happen. Ze kunnen zelfs in kwaakblazen happen. Ja, je ziet hier allebei twee mannetjes die echt zo'n kwaakje zijn. Je vindt er bij mannetjes die blazen prachtig gezicht. Hup, er komt de volgende, nou, die is een maatje groter, dus springt daar weer bovenop. Je ziet wel dat het water erg helder is, ik zie drijvend fonteinkruid en andere soorten waterplanten. Dus de leefomgeving is goed, zoals je ziet. En dan zijn we met de eierparen zin. We kunnen naar de zin. Zo blij als een kikker. Ja, en hier zie je ook dat die huid uiteraard, omdat hij nou in het water zit, maar ja, die is echt heel dun. Dus ze zouden van de zonnestraling al flink last kunnen krijgen hoor, van die UV-straling. Dus ze houden zich wel vooral op in het water. Ja. En kunnen kikkers dan ook nog een kanker krijgen van UV-straling? Nou, daar hoor je niet zoveel van. Dus ze zouden wel iets te hebben waardoor dat wordt voorkomen. Dus wat dat betreft kunnen we daar nog wel wat van leren. Maar helaas hebben kikkers wel last van andere ziektes, met name het rana-virus. Ja, daar gaan we het zo nog straks over hebben. Even over hebben, want ja. Dat is wel een dat is wel dingetje. Probleem. Dat is echt een probleem, ja. Ja, dit is een duo-jump. Prachtig jump. Ja. Even voor de credits. Dit is gemaakt door een kennis van jou, Edo. Edo van Uggelen. Inderdaad, en die heeft bioloog ook. Ja, die heeft een eigen gebiedje waar hij onderzoek doet naar amfibieën. Kan je daar eens wat over vertellen? Ja, en daar, ik ben daar nog niet geweest. Ik ken Edo van een reis naar Polen, die we ook met de Vogelweggroep toen de tijd, Vogelweggroep Zoetermeer, hebben gemaakt. En Edo heeft een zestal grote vijvers gegraven. Ik denk dat hij het heeft laten graven bij Vledder en een schuilhutje daar ook. En daar komen wel mensen, die komen vanuit de Schelhut, bijvoorbeeld bomen en steenmarters en dergelijke, fotograferen. Dat zijn hele leuke dingen natuurlijk. Maar hij heeft er ook boomkikkers, hij heeft daar groene kikkers, bruine kikkerspadden, noem maar op. Ja, maar hij is helaas ook het slachtoffer geweest van het rana-virus daar. Ja, gaan we straks nog een video van zien. Dan gaat hij straks verder toelichten, ja. Nou, de watersalamander, daar hebben we geen video van gevonden die vrij te gebruiken was. Ja. Je mag niet zomaar alles van YouTube aftrekken en uitzenden opnieuw. Dus daar heb je wat fotootjes van opgezocht. Ja, je ziet hier een mannetje van de kleine watersalamander. En niet te verwarren met de kamsalamander. Wat je wel ziet, dat is dat dit de waterfase is. Dat betekent dat ze een huidplooi ontwikkelen op die rug. Echt een kam. En dat heel kenmerkend is ook die blauwe streep daar. Met dat oranje daaronder, zo'n veeg als het ware. En die afgeplatte staart. En ze beginnen ook wat zwemvliezen dan te ontwikkelen. Wat huidplooien ook weer tussen de tenen, voor- en achterpoten. En dus dit is de waterfase. Ze gaan, ze zitten in deze tijd zitten ze in ieder geval in het water. En ze kunnen al vanaf februari, maart, dat ze naar de voortplantingsgebieden gaan. En dan worden de eitjes afgezet in het water. Nou ja, wat je nou hier ziet op die foto, dat is een vrouwtje. En het is een mooi proces hoe dat dan gaat. Die miste die kam bijvoorbeeld. En dat vrouwtje kan met behulp van die achterpoten, die gaat individueel eitjes afzetten tussen de blaadjes van bijvoorbeeld in ieder geval waterpest, van waterplanten. En dat wordt daar in feite met een soort gelei als het ware aangekit. Dus dat blijft ook gesloten dan. En daarmee is het ook een beetje afgeschermd voor predatoren, hè? Voor andere dieren die proberen om dat op te eten. Maar ze kunnen heel wat eitjes, dat kan een tiental tot wel een honderdtal zijn, meestal een stuk of zeven per keer.
Het wordt niet allemaal op één plant afgezet hoor. Iedere keer, vaak zoeken ze weer andere planten op. Dus het kan in een tiental tot een honderdtal eitjes worden afgezet. En dan gaan ze, nou zeg maar zo'n beetje vanaf juni, dan gaan ze weer het land op. En dan gaat die verbrede staart bij dat mannetje, dat verschrompelt weer. Dus dan gaat hij over in de landfase. Mannetje is natuurlijk ook heel opvallend door die tekening hè, van de kop. En die mooie ronde vlekken die je ziet op de buik. Is eigenlijk een even slag moeten omdraaien. Dan zou je die hele mooie buik kunnen zien. Nou, pak jij die tv even op. Zou je tv even kantelen of zo? Dan is het heel snel ten einde hier. Ja, precies. Dat is gewoon gebeurd. Ja, en waar vind je ze? In het algemeen de salamanders of de amfibieën. In het algemeen, nou ja, waterrijke gebieden, daar hebben we er genoeg van. We hebben er nou weer een nieuwe bij, de nieuwe Driemospotten. Die zal ook snel bevolkt worden door amfibieën. Maar met name poelen en dergelijke en sloten die wat ondiep zijn, waarbij dat water snel opwarmt en waarin zich veel waterplanten bevinden. En daarbij is dus die ruststreeppad een uitzondering op. En verder ondergelopen landjes, dus plasdraslandjes, of spuitterreinen en dergelijke, tuinen en tuinvijvers. Nou ja, we hebben bij ons in de tuin, dat is 10, 15 jaar geleden, een vijver gegraven. En nooit spijt van gehad. Dat is nou kraakhelder water. Ik zag er gisteren nog de kleine watersalamander. Ik zag een jonge salamander, die heeft dan nog uitwendige kieven. Van die flapjes opzij aan zijn kop. Sterk doorbloed is dat. En daarmee kunnen ze dan zuurstof uit het water halen. En dat verschrompelt op een gegeven moment. Ja, dan kan je nog maar één ding doen. Dat is naar de oppervlakte en af en toe eens een hap lucht slikken. En op een gegeven moment moet je uit het water. Dan zijn ze groot genoeg. En dan gaan ze verder met eten op het land. En wat ze eigenlijk in dat water eten, dat zijn vooral muggenlarven, watervlooien en andere waterinsecten. Dus in feite alles wat beweegt, zou je kunnen zeggen. Nou, we hebben nog een paar fotootjes. Ja. En toevallig last minute gisteren bij iemand nog in een tuinvijver heb ik mogen kijken. En dat is dus gewoon een vijvertje in de tuin redelijk natuur aan de natuur is overgelaten nadat die gemaakt is. Dus dat betekent dat je daar toch wel vrij veel kroos ook in het vijvertje. Ja. Dat zegt niet altijd wat over de waterkwaliteit natuurlijk. Soms wel. Soms wel. Hoe zit dat met die waterkwaliteit, met algen, kroos? Ja, kijk, als je echt zo'n gesloten kroosdek hebt, dan, we hebben het wel eens in de vijver gehad, en dat gebeurt vooral als je dan flink in de bodem zit te woelen, dat doe ik dus zo min mogelijk. Want dan gaan de nutriënten, zeg maar, die voedingsstoffen die in het water zitten, in suspensie, die komen in oplossing. Normaal gesproken zit het dan in de sliplaag, maar dat gaat drijven. Dan nemen de waterplantjes op, ook het kroos. En dan krijg je echt zo'n gesloten kroosdek. En ja, daar valt dan natuurlijk wel licht op. Maar dat licht dat kan daar niet goed onderkomen. Dat betekent dat alle zogenaamde ondergedoken waterplanten, waterpest, ja, dat is dan een exoot, maar andere waterplanten, vederkruid en dergelijke, die daar onder hoort te zitten, die krijgen te weinig licht. Dus die sterven af. Ja. Het gaat rotten. Je krijgt inderdaad rottingbacteriën ook, krijg je in het water. Ja, en dan wordt het steeds slechter. En dan hebben die amfibieën gewoon te weinig zuurstof. Nou, gek genoeg kan ik me herinneren vanuit mijn jeugd. Want ik ging vroeger vaak, waar nu Houtwijk staat in Den Haag, vaak in die poldersloodjes af. En ik kan me herinneren dat ik daar hele scheppen kroos eruit haalde. En dan ging je kijken of daar in die berg kroos of er nog wat kwam. En dan wist zo'n salamander zich daar dan uit te wurmen. Dan kwam er opeens zo'n salamander eruit zitten. En ik denk van nou, ik kan een beest in vredesnaam toch nog overleven onder zo'n bergkroos. Dus ze kunnen een matige waterkwaliteit kunnen ze zelfs nog wel aan, die kleine watersalamanders. Ja. En kikkers, kunnen die tegen slechte waterkwaliteit? Die zijn wel iets gevoeliger daarvoor. Maar de bruine kikker, die meest algemene, die doet het eigenlijk ook nog wel goed in waterval van wat mindere waterkwaliteit. En, maar het naam wat moeilijke soorten, dat zijn bijvoorbeeld de geelbuik vuurpad. En ja, dat hebben we hier niet, maar wel in Zuid-Limburg in poeltjes met een lemige bodem. En die zijn niet wijdverbreid. Een kleine soort is dat. En die vind je hier niet in ieder geval. Nee. Nou ja, deze vind je hier dus zeer uitgebreid in de Hollandse vijver ecologie. Ja, zeker. Want dit lijkt op een bastaardkikker, Winfried. Ja, dat is dan inderdaad die kruising van de
poolkikker en de meerkikker. En die, nou, ik zal niet te veel op de details ingaan, maar hij heeft iets van de poolkikker. Poolkikker is eigenlijk wat minder gevlekt en wat, die heeft een wat gelige buik. Ja, dat is allemaal vrij niet te zien op deze foto. En de meerkikker, ja, die is dan wat groter en die heeft wat meer vlekken. En dit zit er eigenlijk een beetje tussenin, zou ik kunnen zeggen. En nou, daarnet hebben we het al even kort over gehad. Die luchtbelletjes die je op bijna iedere foto wel ziet. Aan de zijkant en aan de voorkant. Deze kikkers die maakt ook geen geluid. Dus ja, de insinuatie was een beetje dat waarschijnlijk de blaasjes van de kikker kapot zijn. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want als je dit ziet, dan is er toch wel iets aan de hand met die kikker. Want ja, we zagen net zag je de kwaakblazen zo eruit komen. En nu zie je dat hij in feite bellen aan het blazen is. En dat komt vanuit de zijkant van de kop. Dus wat er gebeurd kan zijn, dat is dat een andere kikker, die heeft deze aangevallen. En dan happen ze dus naar de kwaakblazen. Dat de kwaakblaas gewoon kapot is. Dat er misschien wat gaatjes in zitten. Ja, dan is hij aan het bellen blazen onder water. Dus we krijgen dat. Ja, een kikker die bellen blaast. Ja. Daar lijkt het wel op. Het kan ook naar zijn bek komen eventueel. Maar ik heb dit nog niet gezien. Maar dit lijkt mij niet helemaal in orde. Het viel me op. Ja. Ik was die foto's aan het bewerken en aan het fine-tunen. Ja. En ik denk, hey. Ja, en er komt ook geen geluid meer uit. Nee. Kankast is weg. Stil. En dan gaat het mis. Ja, dan doet hij niet meer mee met de voortplanting. Nou, een stukje van het biotoop en ook die vraag die ik jou stelde van joh, heeft een kikker nou ook die warmte nodig? Want je zag gewoon heel duidelijk dat een kikker heel even het water is en dan weer toch de warmte bewust opzoekt. Daar lijkt het op, door op zo'n boomstronk of op een drijvend eendje te springen. Of... Ja, nou, ik denk dat ze vinden dat ongetwijfeld aangenaam. Hè? Dus ze warmen wat op en dan kunnen ze wat actiever worden, insecten leven. Warmte op, insecten worden ook actiever, gaan bewegen. Nou, amfibieën reageren op beweging. En ze zoeken strategische plekken uit. Beginnen. Tot en met kannibalisme aan toe. Die hebben zelf waargenomen dat ze in de vijver, de grote kikker die vat de kleintjes op. En vandaar die kleintjes, die gaan snel het land op. En die moeten gewoon een ander biotoop vinden, een soortgelijk biotoop in de omgeving. Dus anders dan groeit zo'n populatie helemaal uit zijn krachten. Maar alles aan vliegen, muggen, slak, alles wat kruipt, mieren ook. Kruipt en sluit. Ja, ik zag het ook, want er zaten ontzettend veel mieren bij deze vijver. Ja. Maar die kikkers die waren wel aan het loeren, ja. Die kikkers die happen er wel naar. En padden die zijn daar heel goed in. En padden die komen meestal 's avonds, 's nachts komen ze tevoorschijn. Maar... je merkt wel eens als de temperatuur precies goed is en de luchtvochtigheid precies goed, dan beginnen die mieren te zwermen. Je kent het allemaal wel, denk ik, hè, van de vliegende mieren. 1-2 dagen in het jaar. Ongelooflijk, de grond die begint te bewegen. En je ziet dat helemaal glinsteren dan, ze kruipen tegen stengeltjes op. En dat ontgaat die padden niet en die komen tevoorschijn en die happen dat op. Dus dat is snacken, eerlijk. Dat vind ik wel fijn, want de vliegende mieren, daar heb ik het niet zo op. Heb je niet zo op, ja. Maar mensen, zou ik zeggen, ga niet allerlei giftige stoffen tevoorschijn halen of kokend water erop of wat dan ook. Want, je bent er na een paar uur weer vanaf, hè? Je bent er zo weer vanaf, ik ga er wel eens bij zitten en dan ga je gewoon naar boven kijken. Want ze vliegen naar boven en dan kun je erop wachten tot kokmeeuwen, zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen, zelfs die grote meeuwen, die snacken dat op. Gierzwaluwen komen tevoorschijn. Ik heb boomvalken op afgezien. En die happen dat gewoon op in de lucht. Dus het gaat allemaal naar boven. En net wat je zegt, het is een uurtje of zo, is dat afgelopen. Ja. En ze kunnen natuurlijk zelf ook opgegeten worden. Maar goed, dit is inderdaad wat ze pakken. Libellen. Uitsluipende libellen. Heb ik ook wel eens gezien. De kleine watersalamanden in onze vijver. Die een uitsluipende libel pakte. En dat uitsluipen wil zeggen dat de larf, die kruipt tegen een stengel op uit het water. En dat komt er uit die larvenhuid, komt uiteindelijk dus de libel. Ja, die is dan nog heel traag, die vleugels moet hij nog oppompen. En dan komt er zo'n salamander aan en die trekt dat beest zo het water in. Dat heb ik echt een hapje. Dus, en een flinke hap ook hoor. Dan kan ze beest niks, dus dat is afgelopen. Meteen klaar. Nou, eigenlijk hebben we deze al tijdens de presentatie beantwoord. Dus ik ga meteen naar de volgende door. Met dank aan de presentatie van de dierenbescherming die ik heb mogen volgen. Omdat ik meedeed aan de paddentrek. Ja.
Ja, dit is het verschil, hè, tussen de pad en de bruine kikker. Algemene kikkers, het gladde, het ruwe, dat zie je hier heel duidelijk op. Korte achterpoten. Ja. Ja. De zwemvlies is ook een hele leuke, die hebben ze allebei. Ja. Maar doordat die poten natuurlijk veel langer zijn bij de kikker, hebben die natuurlijk veel bredere zwemvliezen. Ja, ze moeten goed kunnen afzetten inderdaad. Die spieren die zijn verder ontwikkeld. Die bruine kikker kan best een flinke sprong maken. En wat mooi opvalt, dat zijn die zogenaamde paratoïden. Die gifklieren waar ik het eerder over had aan de zijkant van die kop, die verdikkingen. En dan schijnt het zo te zijn dat kraaiachtige, dus een zwarte kraai extra, die zijn in staat om die padden bijvoorbeeld te doden en om de huid eraf te stropen. Want de gifkliertjes zitten dus vooral op het huidoppervlak. Dus niet alleen zeg maar, op die gifklier aan de zijkant, maar dus verspreid ook over dat huidoppervlak. En ze stropen dat af en dan kunnen ze hem nog soldaat maken op die manier. En zo zijn slimme beesten. Ja, zijn best slimme beesten. En ja, het was, nou, we komen straks op de vraag, denk ik. Hè? Van, ja, zeker. Ja, precies, gaan we uitgebreid op in. Ja. Nou, dan hebben we het natuurlijk ook al heel kort gehad over de predatoren. Predatoren wil eigenlijk zeggen de natuurlijke vijanden van amfibieën. En natuurlijk over de reiger. Dat is natuurlijk een heel duidelijke vijand van de amfibieën. Zoogdieren. Nou, zoogdieren die houden ook wel van een kikkertje. Maar maakt dat formaat dan nog uit, Winfried? Want ik kan me zo voorstellen, zo'n dikke pad, kan die nog best moeite mee hebben, of niet? Ja, maar kijk, ze hoeven hem ook niet helemaal op te eten. Maar zo'n reiger bijvoorbeeld, die kan dat echt zo... Die hebben drie vierkreeften door zien slikken. Inderdaad, ja, precies. Dat worden nieuwe prooi is dat aan het worden voor die reigers. Ja, dat zie je prima, eigenlijk steeds meer. Het is toch een exoot. Daarom, dus daar mogen ze daar heel wat van uit de sloot halen wat mij betreft. Maar daar kun je niet tegenaan eten, hoor. Zo zit daar in de sloot op het moment. Maar qua zoogdieren, ja, dan moet je gewoon denken aan martelachtige. Dus bezel, bunzing, hermelijn. Boomarten, steenmarten, die pakken allemaal wel kikkers en padden. En salamanders ook, als ze de kans hebben. Wat er wel eens een beetje misgaat met het naar binnen slikken van met name ook kikkers. Dat is dan ontstaat er een soort goedje, want dat kotsen ze uit dan, die vogels. En dat noem je sterrenschot. En dat zijn eigenlijk de resten van de eierstokken waar die eitjes in zaten. Ja, wat gebeurt er? Op een gegeven moment, ze werken dat naar binnen. Het vocht in de maag, dat vermengt zich daarmee. En dan krijg je hetzelfde effect wat er gebeurt als dat die eieren naar buiten komen. Dat gaat opzwellen, dat gelatine. Ja, dat voelt niet lekker aan, hè? Als jouw maag zo begint uit te boren. Dus dat werken ze dus heel snel naar buiten. Ja, en ringslang bijvoorbeeld. De ringslang, die kun je echt in het water zien. Op jacht naar kikkers, kikkervisjes en dat soort dingen. Ja, en die pakt ook wel padden. En opvallend is dat trouwens andere amfibieën liever geen paddeneitjes eten, omdat blijkt dat die giftige stoffen van die padden, die in die gifpier heeft, dat blijkt dus ook wel in eitjes voor te komen en ook in de larven van de padden. Maar dat ze een flinke kikker toch naar binnen kunnen werken, ja, je weet denk ik, hoe dat werkt, hè, met de slang. Jij bent een slangendeskundige, dus dan gaat die kaak gaan. Die kaken die kunnen ze loszetten van elkaar. De slang heeft geen vaste kaak. Precies. Dus een slang die kan tot ruim 4-5 keer aan zijn omtrek kan die gewoon vrij eenvoudig naar binnen werken. Ja. En dat zie je dus ook regelmatig. Stulpen ze dat helemaal op zo'n kikker. Of steken er allerlei poten en toestanden uit. Dat gaat gewoon naar binnen. Nee, dat gaat gewoon naar binnen. Ja. Linksom of rechtsom, het gaat naar binnen. Het gaat erin. En dat kan een uurtje duren. Precies. Ja. Ja, rivierkreeften zie je staan. Daar word je niet echt blij van. We hadden natuurlijk de Europese rivierkreeft. Hè. Die komen al heel weinig voor. En ja, die populatie die zijn gedecimeerd. Dat is echt bijna nul gereduceerd. Door het kreeftenpest. En die kreeftenpest die is weer veroorzaakt door die Amerikaanse rivierkreeft. Waarvan we een aantal soorten trouwens in Nederland hebben. En wat die kreeften doen, dat is met name dus die waterplanten ook wegknippen. Amfibieën larven, die eten ze op. Dus ze kunnen gaten in de oevers maken. Die volwassen rivierkreeften, die vrouwtjes, die kunnen echt honderden eitjes bij zich hebben. Ik heb er eens eentje uitgeschud, die had ik in een bakje gedaan. Nou, dat zat helemaal vol met ijs. Ik denk, als dat allemaal volwassen wordt,
Ja, dan een drama. Dat is echt een drama. Ja, ja, dat krijg je ook niet weg. Dus. Maar natuurlijke vijanden, wat Wouter net vertelde, bijvoorbeeld die blauwe reiger, die weten hem te vinden. Ooievaars zijn natuurlijk ook wel vijanden, ja. Laten we die niet vergeten. Hè. We hebben meer dan 1000 ooievaars tegenwoordig nu in Nederland. Met flinke hulp van de vogelbescherming. En ja, niet iedereen is er blij mee met die grote aantallen. Want die zijn dan bang voor de weidevogels. Zouden ze niet eens weidevogels pakken. Dat gebeurt uiteraard ook. Hè. Maar goed, die ooievaars die hebben ook hun plek natuurlijk in dat leefmilieu. Wat wij mensen allemaal creëren natuurlijk, waar van alles op afkomt. En vissen niet te vergeten, want ja, amfibieën en vissen, dat bijt elkaar een beetje. Hebben we het dan over de bekende vissen die houden van dieren? Of hebben we het dan gewoon over alle, hè, ook het voorntje en het brasempje en het baarsje en alles? Ja, die voorns en brasems, dat zijn niet alleen wel planteneters, maar die eten ook dus watervlooien, muggenlarven en natuurlijk larven van amfibieën. Dus die eten ze op. Kikkervisjes dus. Kikkervisjes, zeker. Ja. Okay. Dus die paddenvisjes, daar kunnen ze niet zoveel mee. Die worden meestal met rust gelaten. En de paddeneitjes. Dus dat zou dan goed moeten gaan, zou je zeggen, als je een vijver hebt met padden en met watersalamanders. Maar ja, ik heb het zelf gezien eigenlijk. Als je een hele kluit van dat kikkerdril had. We hebben het ook eens gefilmd. Dan hadden we in een bakje wat kikkerdril gedaan, jaren geleden. Daar een kleine watersalamander bij gedaan. En je zag dat die kleine watersalamander, die stulpte echt die bek zo om zo'n eitje heen. En die zoog zo de embryo weg. Op een gegeven moment zag je dus allemaal van die lege hulzen, zeg maar. Lege stukjes eiwit. Lege stukjes eiwit, omdat dat doorzichtig is. En op een gegeven moment zat er niks meer in. Dus dat werd zo, alles wat in het midden zat, dat had nog enige kans. Maar die maken er korte metten mee. Ja. Nou, de giftige amfibieën, ja, het is al heel vaak gezegd, hè. Gif wordt vaak overdreven. Net zoals bij de adder bijvoorbeeld. Heel veel mensen die denken dat je van een adderbeet heel snel dood bent. Nou, dat is niet het geval. Nee. Maar ze zijn natuurlijk wel giftig. Kan er goed ziek van worden. Je kan er goed ziek van worden, absoluut. Ja. Hoe zit dat met padden? Want ja, padden zijn giftig, maar je kan ze gewoon oppakken. Ja, je kunt ze oppakken of je moet wondjes hebben of iets dergelijks. Als je zo'n beest zou knijpen, zeg maar, dan gaat hij een soort wit kliervocht gaat hij uitscheiden. Er zijn wel eens van die psychedelische mensen die geloof ik het lekker vinden om met hun tong over een paddenrug te gaan. Om op die manier wat van die stoffen. Ik geloof dat we die video maar even slaan. Het lijkt me niet helemaal fris dus, om dat soort dingen te gaan doen. Dus ja, sowieso als je dat zou vastpakken, handen wassen en eigenlijk zo min mogelijk beet pakken, dit soort beesten, omdat mensen ook dat ranenvirus kunnen verspreiden. Ja, daar gaan we straks ook nog even over hebben. Ja. Want het gif op zich van de pad is niet echt van invloed op mensen. Nee. Of in ieder geval niet van zodanige invloed dat mensen er ziek van zouden worden. Maar als het direct in je bloedbaan zou komen met een wondje, dan zou je er wel ziek van kunnen worden. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet in hoeverre wat de ziekteverschijnselen precies zouden kunnen zijn. Maar echt gezond is het niet. Dus irritaties kan het sowieso teweeg brengen. Ja. Dus niet doen. En de vuursalamander, geelbuik vuurpot? Ja, die hebben allebei, hebben ze in feite waarschuwingskleuren. Geelbuik vuurpot met geel en rode vlekken aan de onderkant. En die geelbuik vuurpad, die heeft in feite een methode om dat zichtbaar te maken. Die kan die pootjes, als het ware, die kan die helemaal boven zijn rug tillen. Kan ze ook op zijn rug gooien, zodat die felle onderkant zichtbaar wordt. En dat is wel een waarschuwing van in de natuur voor andere dieren. Van, nou, dat moet je niet aankomen. Beter niet. Dat kan je beter niet doen, nee. Net zoals een cobra-slang zijn hoed opzet. Ja, dat is weer met het uitzetten van dat schild om indruk te maken weer inderdaad een heen en weer bewegen. Ja, en vuursalamanders ook, die kunnen giftige stoffen uitscheiden. Die hebben ook van die verbrede paratoïde, vergelijkbaar met wat je ziet bij de gewone pad. Maar dan is dat gif wel wat sterker. Dus dat moet je ook niet. Een dier die zal dat zo niet opeten. Nee. Nee, en dat gif is inderdaad dan niet echt van invloed op mensen, maar wel op andere dieren. Dus die laten ze absoluut met rust. Ja.
Nou, de tuinvijver, we hebben het er al even over gehad. Nou, dit is het fotootje van de tuinvijver waar ik die kikkerfoto's heb gemaakt gisteren. Ja. Nou, je ziet een hele wilde met verschillende soorten planten, een fonteintje. Ja, dat vind ik kikkers natuurlijk ontzettend fijn. Dus ja, om de biodiversiteit in stedelijk gebied te vergroten, is het eigenlijk aan te raden om het water in je tuin te planten. Dat kan ik kan het iedereen aanraden. Het is echt ontzettend leuk om te doen. Maar dan zou ik ervoor kiezen, dat doen wij ook, dus om geen vissen te houden. Want ik krijg heel vaak de vraag, hè, als je zegt van een tuinvijver en een mooi waterplant. Oh, hebben jullie vissen? Dat is eigenlijk de eerste gedachte van heel veel mensen. Nee, we hebben bewust geen vissen erin, omdat die vissen weer die alvebier opeten en die larven. En ja, het voordeel is dat, zeker als je bijvoorbeeld wat grotere vissen hebt. Ja, als je een hele grote vijver hebt, ik ben gek op kooikarpers. Nou, gaan we doen. Hè? Dat familie van mij ook, die hebben wat kooikarpers, waren toevallig vandaag. En ja, dan kun je toch ook weer te maken krijgen met bepaalde ziektes en dergelijke. Dan ben je weer met medicijnen bezig in het water. Dat heeft weer effect op waterplanten. Precies, je gaat je vijver vergiftigen natuurlijk. Ja, dus dat geeft allemaal problemen. Wij zijn er wel zover, na zoveel jaar, dat we af en toe halen wat waterplanten eruit. Maar het water is kraakhelder, omdat die waterplanten, die nemen heel veel van die nutriënten, van fosfaten, nitraten en al dat soort dingen, dat nemen ze dus weg. En je hebt ook niet een pomp nodig of iets dergelijks. De waterplanten die doen in feite het werk. Dat vaak met de gemeente Zoetermeer ook in overleg wel over gehad. Van ja, je zou in plaats van zo'n strakke slootkant, hè, met van die talus waar geen amfibie tegen op kan klimmen, kun je denken aan natuurvriendelijke oevers. Of maak je zo'n hap uit een slootkant. Ja, precies. Daar komt het water tot rust, daar kunnen de alvebieren, je krijgt de waterplanten, kunnen de alvebieren, die kunnen daar hun eitjes afzetten. Vissen trouwens doen dat dan ook natuurlijk. Dus wat alvebieren vaak zoeken, dat is ook plaatsen met zo min mogelijk vis. De padden hebben daar dus wat minder last van, maar juist dat vaak snel opdrogende plassen en dergelijke, daar kunnen ze terecht, want als dat opdroogt, dan weet je in ieder geval één ding zeker, dan kunnen die vissen ook niet meer overleven. Als die larven dan al uit het water zijn, dan kun je volgend jaar, als dat weer zich weer vult met regenwater, dan kun je daar weer terecht. Ja. Nou, een klein wist u dat je? Wist u dat, ja. Ja, de winterslaap. Ja. Net zoals reptielen hebben amfibieën ook een winterslaap. Ja, het scheelt nogal per amfibie. Er zijn wel salamanders die in het water verblijven. En dan kun je niet echt zeggen dat ze in winterslaap zijn. Maar salamanders kruipen dan in de grond weg. En dat geldt dan met name ook voor de bruine kikker. De groene kikkers die zitten vooral in de modder. Dat ze wegkruipen in de sliplaag. Omdat, zeker als het wat meer dan 80 centimeter of je hebt 500 meter diep bijvoorbeeld. Nou, dan is de temperatuur meestal een graadje of 4. En dan vriest dat niet helemaal dicht. Tenzij je per ongeluk net in een Elfstedenwinter zit. Maar goed, dat komt niet zo vaak voor. Toevallig deze winter was het op een zeker moment, geloof ik, min 20. Dat heeft ons de oleanders gekost. Ja, dat snap ik. En dan hebben wij iets van piepschuim gefabriceerd en op het wateroppervlak gelegd. Ik heb een keer de fout gemaakt door iets te laks te zijn. En toen, dat gaat toch wel over de winterslaap hoor, maar toen raakte de vijver, die raakte bevroren. En toen kwam daar een sneeuwdek op. Ja, en dan heb je op een gegeven moment geen licht meer, geen lichtval meer. Want de waterplanten, die kunnen vaak nog onder dat ijs, kunnen nog zuurstof produceren. Maar ja, dan gaan er allerlei rottingsprocessen, die komen op gang. Ja, en als dat te lang duurt, dan is het klaar. Ja, dan steken ze eigenlijk door die gassen, die rottingsgassen. Dus, en toen waren er inderdaad tientallen bruine kikkers en salamanders bovendrijven. Dus ik had zelf nooit in de gaten dat er zoveel in zaten. En ik dacht, dat gaat me niet weer overkomen. Dat gebeurt niet meer. In ieder geval sneeuw eraf, piepschuim, een gaatje ingemaakt, buisje er doorheen. En er zijn wel andere middelen. Of je zou een pompje even kunnen aanzetten. Zodat het water waterbeweging circuleert. Ja. Of, een verwarmingspompje erin. Ja, een verwarmingselement inderdaad. Ja. En dan, maar dat is ook weer slecht voor de stroomverbruik natuurlijk. Ja, dat wel. Ja. Ja. Ja, en strooizout. Nou, jij zou het kunnen vertellen waarom toch? Want jij hebt straks nog even een videootje kijken van de paddentrek. Ja. Als je meedoet aan dit soort vrijwillige acties, dan leer je ook een hoop.
En nou ja, tijdens de paddentrek, en het was nog helemaal niet zo koud, het was 5 graden, werd er gestrooid. En toen dacht ik al van, nou, dat vind ik een beetje raar. Dus toen heb ik de coördinator opgebeld van, joh, het strooien. Ja, leg geen zout op slakken, want dat vinden ze niet zo fijn. Ik denk, nou, hoe zit dat met kikkers en met padden en zo? Joh, die gaan hartstikke dood! Ja. Ja. Ja, dus maar ja, daar is nog wel een stevig gesprekje met de gemeente over geweest. Mm. Nou ja, pad, leg geen kikkerdril, maar sliertjes eieren, dat weten we intussen van de foto's en jouw uitleg. Mm. Ja, en als je beesten oppakt, we gaan straks nog eventjes kijken naar de Rana-virus, dan kun je best ernstige ziektes overbrengen. Dus als je ooit een keer denkt van, hey, ik wil een kikker van dichtbij bekijken, of een padje van dichtbij bekijken, was dan altijd je handen, ontsmet ze goed, was ze goed. En ook eventueel een gereedschap wat je daarbij gebruikt. Ja. Ook eventueel schoenen, laarzen die je aan hebt, als je misschien professioneel bezig bent daarmee, of onderzoek doet voor school, schoolkinderen, zijn klasbegeleid bijvoorbeeld. Zorg dat je al die spullen die meegaan, dat je die ontsmet met bijvoorbeeld een chlooroplossing. Heb ik geleerd al van de dierenbescherming. Dat werkt heel goed om laarzen mee, ja, mee af te spoelen. Ja. Want dat Rana-virus, dat is ja, verschrikkelijk. Er zijn heel veel doden doorgevallen. Nou, de paddentrek in Zoetermeer. Er zijn 2 locaties in Zoetermeer. En dat is echt al jaren zo. Waarbij nou, vrijwilligers dus helpen om de padden over te laten steken op een veilige manier. Waarom deze 2 locaties? En dan hebben we het over de Zegwaartse weg en dan hebben we het over het Tochtpad. Het heeft ermee te maken dat op deze locaties vrij veel en vrij hard wordt gereden. En dat er bossage, struikgewas aan de ene kant is en een sloot aan de andere kant. Nou, die padden en kikkers die wachten aan de ene kant tot zij de oversteek kunnen gaan maken richting de sloot. Om daar eitjes te gaan leggen of kikkerdril te gaan leggen. Hebben ze dat gedaan, dan geven ze de partner nog een kusje en dan vertrekken ze weer naar de overkant. En vervolgens blijven ze weer in het struikgewas. Nou, dat is dus een reis die ze maken ieder jaar weer, waar heel veel doden doorvallen. Enerzijds natuurlijk door verkeersslachtoffers, anderzijds bijvoorbeeld ook door chemicaliën. Nou, bijvoorbeeld dat strooizout, niet alleen als het direct met de padkikker in aanraking komt, als ze aan het lopen zijn over de weg. Maar ook als het strooizout in de sloot komt. Op het moment dat daar maar genoeg zoutconcentratie aan die kant komt, dan houdt het gewoon op voor die beesten. Wat dat precies is, dat weet ik niet. Ik ben geen bioloog, maar misschien kan jij er wat over vertellen, Winfried? Wat wil je precies? Ik was even wat de uitwerking van dat zout is. Oh, ja. Waarom zeg maar die kikker niet tegen dat zout kan? Ja, nou, zout trekt vocht aan. Dus wat gebeurt er eigenlijk hetzelfde wat er bij planten gebeurt? Die kikkers en padden, die kunnen daardoor in feite uitdrogen. Hè? Dus het tast de huid ook aan. Tast de huid aan, ja. Door, ja, dan gaan ze vanzelf dood. Gaan ze vanzelf dood, kunnen daardoor dus infecties krijgen. Ik zat ondertussen, omdat jij stelde die vraag, maar ik was net even één woordje kwijt. En dat had te maken met die geelbuikvuurpad. Want ik weet wel hoe het heet, dat heet het unkenreflex. Ja, je moet er weer opkomen, maar het unkenreflex. En dat is dat optillen van die pootjes of ze op de rug gooien en die buik tonen. Ze tonen in ieder geval die kleuren dan. Okay. Maar even tussendoortje. Ja, even tussendoortje. Ja, vandaar dat ik even niet bij was. Nou, welk moment van het jaar? Dat is in het voorjaar. Dit jaar was een heel erg raar jaar. Ik heb begrepen in voorgaande jaren dat het normaler was. En dat er ook meer padden werden overgezet. Ik heb straks nog een paar cijfertjes voor jullie. Welk moment van het jaar? In principe in het voorjaar, op het moment dat de temperatuur een aantal dagen zo rond de 10 tot 14 graden komt. Als dat gebeurt, dan krijgen die padden een soort van wake-up call van, hey, we moeten met elkaar gezellig gaan zijn tussen de lakens. En dan vervolgens dus de paddentrek gaan maken richting de sloot. Nou, de gevaren, daar hebben we het al een beetje over gehad. En dan gaan we het straks in de video zien jullie daar ook nog wat van terug. De dierenbescherming is eigenlijk ieder jaar op zoek naar vrijwilligers voor die paddentrek. Er zijn 2 locaties en die zijn best lang. De Zegwaartse weg, dat is een flink stuk. Waar dus ieder jaar wordt geprobeerd gedurende een week of 4, 5 achter elkaar die paddentrek te begeleiden. En op iedere avond vanaf zo'n 7, 8 uur zijn er dus vrijwilligers actief die padden letterlijk naar de overkant helpen.
En dat is punt 1 natuurlijk heel erg leuk om te doen. Je leert er ook een hele hoop. En het is natuurlijk gewoon goed om je vrijwillige bijdrage aan de natuur te leveren. Nou, wil je daar informatie over? Stuur even een mailtje naar contact@vnvz.nl. En dan brengen wij je in contact met de coördinator van de dierenbescherming om je voor volgend jaar voor als vrijwilliger aan te melden. En het is echt gewoon heel erg leuk om te doen. Je gaat zo even wat video's zien. Laten we ermee beginnen. Nou, op de Zegwaartse weg lopen we nu. En op die Zegwaartse weg en overigens op alle bekende paddenoversteekplekken, daar vindt u deze borden. Pas op, overstekende padden. En dan het liefst zonder dit soort sluikreclame, maar goed, vooruit. Maar ziet u dus zo'n bord hangen, dan betekent dat dus dat tijdens de paddentrek de padden hoogstwaarschijnlijk 's avonds meestal tegen schemering gaan oversteken. En dat betekent dus snelheid aanpassen en goed opletten, want voor je het weet heb je een kikker of een pad op je motorkap. Vandaag de tweede avond voor mij van de paddentrek. Het is best lastig hoor, om selfie te maken met een grote camera en dan proberen om... Niet dat zal niet leuk worden. Het waait een beetje. Het was koud. Dus waarschijnlijk dit was inderdaad koud, ja. Gigantisch weinig padden. Dit was koud. Gisteren hadden de vrijwilligers meer geluk. Toen waren er een stuk meer padden. Het was weliswaar koud, maar het had wel lekker geregend. En dat betekent dat de padden lekker aan de trek beginnen. En dat is vanavond dus waarschijnlijk niet het geval. Maar goed, we gaan het meemaken. Zo, nou, we zijn nu 3 kwartier verder met de paddentrek. Ik zie helemaal blauw van de kou. Geen padden. Ik denk dat licht was. Ook geen salamanders. En geen slangen. Maar de andere vrijwilligers hebben 1 pad en nog een pad overgezet. De ene naar links en de andere naar rechts. Dus in ieder geval weer twee beestjes gered van de overrijdingsdood. Wij gaan nog een rondje lopen. En volgende week nemen we jullie niet mee. Want dan zijn we een weekje weg. Maar de week daarna dan gaan we weer jullie weer meenemen op de paddentrek. Nou, we zijn aan het einde gekomen van onze tweede avond van de paddentrek. De zondagavond. In het totaal zijn er... Hoeveel padden waren er ook overgezet? 5. Ja, 5 padden overgezet. Niet door ons, maar wel door de andere vrijwilligers. Dus we hebben 5 padden gered van de potentiële overrijdingsdood. Wij hebben geen padden opgeraapt. Nou, volgende keer weer beter. Oh ja, geen dode padden. Dus toch een goed bericht. Nou, vanavond einde van de paddentrek. En mede dankzij de gemeente Zoetermeer mogelijk een paar dode padden. Want het is 5 graden. En ja, bij 5 graden dan moet je toch wel gaan strooien. En wel zodanig strooien dat werkelijk de hele Zegwaartse weg onder een laag strooizout zit. Dus nou, gemeente Zoetermeer, bedankt. Als we nu nog overlopende padden hebben, dan zijn die kastje weilen. Dus dierenbescherming die gaat in ieder geval contact opnemen met de verantwoordelijke binnen de gemeente Zoetermeer. Waarschijnlijk de stadsecoloog. Om dit te bespreken. Want ja, padden en zout, dat gaat niet zo goed samen. Nou, hier sluiten we voor vanavond mee af. Het is jammer, geen enkele pad. Dat is, nou ja, misschien voor vanavond maar een goed bericht dat ze aan hun kant blijven. Wie weet volgende week, maar ja, we zullen het afwachten of we volgende week moeten lopen. De kans met deze temperaturen en het feit dat er gewoon geen enkele pad gevonden is, zou zomaar kunnen zijn dat het paddenseizoen hier al ten einde is. Dus misschien is dit de laatste video en misschien volgende week nog. Doeg! Nou, gelukkig hebben we inderdaad vernomen dat de gemeente Zoetermeer zijn beleid gaat aanpassen. Dat betekent dat er veel meer gelet gaat worden en ook veel meer overleg gepleegd gaat worden met de dierenbescherming over die paddentrek. En dat is ook wel nodig, want er lag echt een flinke lading met strooizout. En dat vinden die beesten niet zo fijn. Nou, een aantal foto's van die paddentrek. En dan zie je zo'n beest aan de zijkant zitten tijdens je wandeling of fietstocht. En dan, nou ja, dan pak je hem dus op en dan breng je hem naar de overkant. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, ongeveer zo. Voor de veiligheid wordt aangeraden om altijd reflecterende kleding natuurlijk te dragen.
En goed opvallend te zijn. Nou, dat is zo aardig gelukt. Dus ik dirigeerde de pad langzaam naar de overkant. Natte handen, als je hem oppakt. Ja, natte handen, absoluut. Ja. Dat is belangrijk. En daarna ook de handen desinfecteren, zodat je een eventueel virus niet overbrengt. Hebben we van de dierenbescherming ook een cursus gehad om dus de ziektebeelden te herkennen. Bijvoorbeeld rode vlekjes bij een pad, om daar goed op te letten. Zodat er ook gekeken wordt van, joh, is dat echt het RANA-virus? Zo ja, dan wordt er ook gestopt met het overzetten van de padden om het virus niet verder over te brengen. Dus er zijn allemaal protocollen voor en dat is allemaal goed uitgedacht. Nou, de cijfers, helaas de dode cijfers van de Zegwaartse weg, die ontbreken nog eventjes. Maar de overgezette cijfers, als je dat al ziet, dan is de hoeveelheid aan padden en kikkers die is overgezet op de Zegwaartse weg, zowel als op het tochtpad, die gaat eigenlijk ieder jaar naar beneden. Nou is het dit jaar best wel een raar jaar in verband met het coronavirus. Dat betekent dat er natuurlijk minder verkeer was, maar ook dat er minder tot minder laat vanwege de avondklok geraapt kon worden. Rapen, zo noem je dat, padden rapen. Dus ja, heel erg objectief zijn die cijfers eigenlijk niet ter vergelijking met de voorgaande jaren. Dus het is even afwachten wat volgend jaar gaat doen. Maar als volgend jaar blijkt dat de cijfers ook weer dalend zijn, ondanks dat er bijvoorbeeld geen coronamaatregelen, geen avondklok meer is, zou zijn. Ja, dan betekent dat er echt een significante afname te zien is van de hoeveelheid aan padden en kikkers. En dat is de populatie echt enorm aan het afnemen is. En dat is natuurlijk wel schrikbarend. Dan gaan we even naar de ziekte kijken. Dan zo even een filmpje van Edo, die dus geconfronteerd is geweest met het RANA-virus. En we zien hier al een foto. Je hebt mij daarnet uitleg gegeven, Winfried. Dit beest ziet er ook ziek uit. Wat ja, dit ziet er niet goed uit. Wat opvalt, het is dat neusgat. Hè, van de, waar je zo tegenaan kijkt. Je ziet dat het rood is. Het oog is ook rood. En dat zou heel goed zijn dat hier het RANA-virus, dat daar sprake van is. Het was een vrij oude pad, een grote pad. En het hoeft niet trouwens hoor, het kan ook iets anders zijn. Want er zijn ook wel eens larven van insecten die worden gedumpt in feite of als ei in een neusgat van zo'n kikker of van een pad. Dus ook dat komt wel voor. Maar er kunnen spontaan door het RANA-virus kunnen bloedingen ontstaan. Dus in feite is het zo dat cellen kunnen imploderen, dat bloedvaten dus kapot gaan, waardoor je van die puntbloedingen krijgt. En dan kun je dus dat zijn die rode vlekjes. Dat zijn die rode vlekjes inderdaad, ja. Dus wil niet altijd zeggen als er wat rode vlekjes zichtbaar zijn, dat het dan echt om het RANA-virus gaat. Hè. Dat zou dan echt door deskundigen moeten worden vastgesteld. Dus in zo'n geval kun je een foto bijvoorbeeld opsturen naar RAVON, dat staat voor Reptielen, Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland. En de website ravon.nl, daar kun je wat dat betreft ook heel veel informatie vinden en wat te doen. Bijvoorbeeld als je zo'n dier vindt, dan zou je foto bijvoorbeeld kunnen sturen. En het is aan te raden om er zelf af te blijven, omdat je hebt ook geen vergunning. Tenminste de meeste mensen niet, om zo'n dier dan op te pakken. Want dat is allemaal beschermd spul. Klopt, het is allemaal beschermd spul. Soms dan krijg je wel toestemming om mee te nemen en in te vriezen. Ja. Maar dan heb je eerst mailcontact gehad. En eigenlijk is het dan al te laat om virussen bij beesten, in ieder geval het RANA-virus, te ontdekken. Dus het is enorm van belang dat eigenlijk in de eerste uren na overlijden dat het beest al vers wordt bewaard. En dat betekent invriezen. Of in, even uit mijn hoofd, spiritus was het geloof ik, spiritus of alcohol. Ja, die zijn met alcohol. Ik weet niet, dat is voor de cellen ook niet echt goed. En invriezen, daar heb ik ook iets anders over gelezen. Dat het nog beter is om hem gewoon koel te bewaren. En dan gaan we ook contact opnemen. En dan kan een koerier bijvoorbeeld van RAVON, die zou dan worden op kunnen halen. Ja. Ja, dus op die manier. Dus dat is nog beter dan invriezen, want dan exploderen op een gegeven moment de cellen weer. Ja, precies. Ja, in plaats van implosie krijg je explosie. Dat schiet ook niet op. Nou, dan gaan we even naar een filmpje kijken van het RANA-virus. Wat dat betekend heeft voor Edo, die dus privé onderzoek doet naar die beesten op zijn eigen landje. Het is een mooi boek over geschreven ook. Ja. Ik ben Edo van Uchelen. Ik ben bioloog, ecoloog. Ik heb een eigen natuurterrein met een heleboel poelen. En tot mijn schrik is in deze grote poel, die is 10
meter breed, bijna denk ik, 20 meter lang. Is tot mijn schrik ongeveer 4 jaar geleden is het piranha-virus vastgesteld. Ja. Ik ontdekte dat omdat de oever van de poel vol lag met dode groene kikkers. En in het water waren dode groene kikkers. En tot voor kort kon ik altijd om die poel heen lopen. En dan signaleerde ik 100, 200 groene kikkers. Die plonsten in het water, die zaten op het water, die zaten hier echt massaal. En nadat het virus is geconstateerd, is die populatie gedecimeerd. Ik heb nu nog enkele tientallen kikkers over. En de vraag is dus of die populatie zich weer volledig zal herstellen. Ik wil nu even scheppen om te zien of er voortplanting is geweest. Want dan moeten we in het water kikkervisjes kunnen vinden. Ik heb een groot schepnet hier. Dat heb ik van tevoren eventjes ontsmet. Want het is sowieso de bedoeling dat het schepnet niet van de trein afkomt. Want het schepnet en mijn laarzen, maar ook jouw laarzen, die kunnen besmet zijn geraakt. Omdat we in het vochtige water rond de poel lopen. En voordat jij vertrekt, dan moet jouw laarzen even worden ontsmet. Ik haal nou het net door het water heen. En dat gaat met een snelle beweging. Laat ik hem inplonsen. En dan haal ik hem naar de oever toe. En als er dan larfjes in de oever zitten, die zouden in het net terecht moeten komen. Nou, we hebben hier de inhoud van het net. Dat is een lekker prikje. En daar zitten libellenlarven in. Poelslakken. Hier is een mooie libellenlarf. Hier is een heel klein watersalamandertje. Die zijn niet heel erg gevoelig voor het rana-virus. Maar zoals je ziet, hier zit een wat grotere larf. Die is van de Alpenwatersalamander. Nou, die is in principe ook gevoelig voor rana-virus, maar die heeft het dus overleefd. En hier heb ik een grotere larf van, ik denk van een kleine watersalamander, deze hier. Maar geen larfjes van de groene kikkers. Geen larf van bastardkikker of van poelkikker. Dus dat is heel jammer. Doe het nog een keertje over. Dezelfde manier. Ik ben weer een lekker prutje. Met waterpest. En dat is heel leuk. Ik heb hier wel iets gevangen. Kijk. Een heuse kamsalamander. Mooie oranje buik. Kijk, dat is prachtig. Dit is een halfwas diertje. Niet helemaal volwassen. En daar ben ik wel blij mee. Want die is gevoelig voor het rana-virus. En die zit dus gewoon in het water. Maar weer een libellenlarf hier. Een hele mooie. Nog een kleine watersalamander. Die staat ook bekend. Een larfje als gevoelig. Zit ook in het water, dus dan ben ik wel een beetje positief gestemd. Maar ik zie geen kikkervisjes van de groene kikker. Nou is de poel vrij groot. Dus dat daar nog kikkervisjes in zitten die niet in mijn net verschijnen, dat is best wel aannemelijk. Komt het nog weer goed? Ja, dat is een goede vraag. Of het goed komt. Ik denk uiteindelijk wel. Het is een kwestie van tijd. En dan, dat is met alle ziektes en virussen. We hebben vroeger myxomatose gehad met de konijnen in de duinen. Begon in de jaren 50. Nou ja, de konijn is ook weer bezig met de comeback. En de konijnen zijn minder gevoelig voor myxomatose. En ik denk dat hetzelfde gaat gebeuren met het rana-virus. Het heeft tijd nodig. Hoe lang gaat dat duren? Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen, of er een vaste periode voor staat. Het ligt aan de plek, aan het biotoop. Maar trek er maar 10 jaar vooruit, voor je weer een beetje fatsoenlijke aantallen groene kikkers hebt op zo'n plek. Dus dat is heel spannend. En ik hou het in de gaten. Nou, je zei het al, Winfried. Het herstel na het rana-virus, dat is echt enorm. En dat betekent dus dat een volledige ecologie wordt aangetast. Enig idee hoe lang dat herstel zo ongeveer duurt? Want die hele populatie van zijn kikker, die was weg, die was uitgestorven. Nou, Edo die gaf zelf aan in zijn verhaal dat het wel 1 jaar of 10 kan duren voordat dat weer enigszins herstelt. 10 jaar? Ja, het is begonnen bij het Dwingelenveld in Drenthe. Daar is het voor het eerst, 1 van de 3 rana-virus is daar aangetoond. Ik ken de situatie daar goed, hè. Je hebt daar een bezoekerscentrum. En van het Natuurmonument. En daarnaast heb je een prachtig vijvergebied eigenlijk, waar kinderen ook met schepnetjes aan de slag kunnen enzovoorts. Maar daar is het dan voor het eerst helaas opgetreden. En ze hebben de boer ook daar op een gegeven moment droog gelegd. Er kwamen wel 1000 dode kikkers uit. Ook verderop in het terrein, dus daar is het dan ook verspreid.
En ja, dat duurt echt wel lang dus voordat er dan herstel optreedt. Ja, en als ik mag ingaan op de eerste vraag. Die van, ja, zeker. Van, ga lekker met de vraag aan de slag. Dan ja. Ga ik zo ons beeld weer aanzetten om weer de kijkers een beetje bij ons te betrekken. Ja. En je hebt nog wat beesten meegenomen. Ja, ik moet er wel even wat bij pakken. Ja. Ja. Momentje nog. Yes, we zijn weer live op beeld. Ja, één vraag van Nicolien. Ik kijk altijd even naar het scherm wat er staat, maar ik heb de vraag ook doorgelezen. Want, samengevat, vraagt Nicolien, die woont in het noorden van Drenthe. Wij hebben veel kikkers en salamanders, maar weinig padden meer. Hoe komt dat? En er is nog wel voeding in onze tuin volop wormen. Nou, in de eerste plaats... complimenten voor wat u schrijft allemaal, want ja, ik krijg daar echt de indruk van dat er heel veel aandacht besteed wordt aan het welzijn van de biodiversiteit in het algemeen, inderdaad van die amfibieën, dus dat zit wel goed. Het is heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven, want ja, waarom nou wel die padden die zo achteruit gaan en niet de kikkers en salamanders? Ja, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een bunzi actief is. En die pakte wel padden. Maar ja, goed, die pakken ook kikkers. Maar dan heeft hij toevallig, omdat die paddentrek nogal geconcentreerd zich kan afspelen. Die padden die worden eigenlijk met een beet achter de kop worden ze verlamd. En op die manier maken ze een verse provisiekast met die padden. En dan kunnen ze af en toe eens eentje opvreten. Dus dat gebeurt wel. Het kan ook zijn dat het ranavirus effect heeft gehad op de padden en om een of andere reden dan niet op die andere soorten. Ja, dat lees ik ook in haar verhaal. De verdroging, ja. Dat is natuurlijk ook... Ja, verdroging kan zeker invloed hebben. Ook landbouwactiviteit in de buurt. Ik begreep ook dat het grens aan het landbouwgebied. Stel dat daar bijvoorbeeld veel kunstmest en dergelijke wordt gestrooid. Dan, ik weet niet of dat zo is hoor, dus suggestie, maar ja, dat kan in het water kan dat uitspoelen, die meststoffen. En dat is ook niet bevoorlijk voor amfibiepopulaties. Nou, mooie vraag ook van Marga. Hebben padden last van licht? En laten ze zich tijdens de paddentrek daardoor beïnvloeden? Ja, nou, toen die vraag van Marga van der Tol las, toen... Ja, Marga, ik moest eigenlijk meteen denken aan het bezoekje aan Griekenland van een tijd geleden. En daar hoorde ik ook wat van schildpadden. Ja, daar hebben we het natuurlijk over reptielen. En die schildpadden, dat kon je ook zien op een film van Attenborough trouwens. Die liepen op een gegeven moment, in plaats dat ze naar de zee schuivelden, liepen ze de andere kant op. Omdat daar lichtbronnen waren. En nou ja, je snapt natuurlijk dat padden, die zitten heel laag bij de grond. Het zijn oogdieren. Want ze reageren natuurlijk op allerlei bewegingen en zo, dus dat pakken ze. Dus ik zou me goed kunnen voorstellen of het exact zo is. Ik durf het niet te zeggen, ik heb daar geen onderzoeksmateriaal van. Maar het zou goed kunnen zijn dat ze daarop reageren als daar ergens in de buurt een felle lichtbron is. En dat richtingsgevoel verstoort. Wat mij opvalt in ieder geval met kikkers bijvoorbeeld... niet zozeer met padden, maar van kikkers weet ik wel dat die hebben we dan bruine kikkers hebben we in de tuin. En die bruine kikkers die struinen in feite de hele tuin af. We hebben een tuin met een lengte van ongeveer 20 meter. Dus ze komen tot achter in de tuin en ze weten precies die vijver weten ze dan weer terug te vinden. Ja, s'avonds zie je wel een lantaarnpaal daar met een lichtschijnsel. Ja. Maar voor de rest niet het idee dat veel effect heeft. Maar ja, ik kan me wel voorstellen. Dan moet je ook weer denken aan egels bijvoorbeeld en dergelijke. Ja, die padden kunnen gewoon stil blijven zitten als daar wordt een auto of een fietser met heel fel licht aankomt rijden. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Als ze bij stil blijven zitten. Dan, ja, zie je met wild ook bijvoorbeeld wat oversteekt. Wat meteen... Het blijven toch oogdieren. Hè? Ze hebben ook last van te veel licht. Ja, want overdag komen ze meestal niet tevoorschijn. Tenzij er opeens die voedselbron met al die vliegende mieren. Dan wordt het een keer druk. Ja, dan wordt het opeens druk. Ja, komen ze wel. Nou, een vraag van Babs gehad. Die hebben eigenlijk al beantwoord. Het verschil tussen de pad en de kikker. En de plaats in de voedselketen. En wat er misgaat in de natuur. Als een van die soorten met uitsterven bedreigd wordt. Ja. Ja. Er gaat op dit moment best wel wat mis in de natuur. Als je verstoring krijgt van voedselketens. Dat is altijd een probleem. En die voedselketens die vormen eigenlijk met elkaar een voedselweb. Dus dat zit heel ingewikkeld in elkaar. Dus hou je de één voedselketen uit, dan zouden andere voedselketens dat kunnen overnemen.
Maar als er massaal, zeg maar, sterfte is van amfibieën, dus die hele tak die is weg, ja, dan is het voedsel voor heel veel dieren, martenachtig en dergelijke, die daar natuurlijk gebruik van maken, die die beesten opeten, dat is ook weg. En die moeten op andere voedselbronnen over. Dat zou bijvoorbeeld muizen kunnen zijn. Nou, als er geen muizenplaag is, de muizenstand is ook slecht. Ja, dan moeten ze weer andere voedsel gaan uitsterven bedreigd. En dan, precies, ja. Ja, er zijn gelukkig in Nederland niet zo heel veel soorten met uitsterven bedreigd. Maar deze wel. Ik zal hem zo ter hoogte van mijn oog proberen te houden zo. Want dan is die goed te zien. De vuursalamander. Nou, dan zie je de kleurtjes. Nou, Veerle, speciaal voor jou. Ja, speciaal voor Veerle. We hebben er één voor je meegenomen. Een, voor Veerle. Dit is een landsalamander. Dat kun je trouwens zien. Ik heb nog wat andere dingen hier in mijn handen. Maar dat kun je zien aan de ronde staart. En de watersalamanders, die hebben dus zo'n verticaal afgeplatte staart. En zo'n landsalamander, nou ja, die vuursalamander, die is toch ook gevoelig voor de salamanderschimmel, als dat even eenvoudig houden. En ja, met uitsterven bedreigd in ieder geval in ons land. Dat kan aardig misgaan. Ja. Dus de overgebleven individuen daar, met name in Zuid-Limburg, die zijn bij elkaar geraapt. Om ervoor te zorgen in ieder geval dat die populatie eventueel, hè, als dat virus, als die schimmel in dit geval weg is, als het probleem is opgelost, om die weer uit te zetten. Duidelijk verhaal. Ja. En Ria, Ria die vraagt de kikkerdril. Je mag het dus meenemen, hè, omdat het niet beschermt. Kikkerdril, maar je moet wel als kikkers, als er eenmaal kikkers worden, dan is de bedoeling om ze dan weer terug te zetten. Dus veel kikkerdril in een klein vijvertje thuis, kan ik dan beter naar de sloot brengen. Ja, daar moet ik even een ander antwoord op geven, want hier gaat het over de verspreiding van het kikkerdril. En ik zou me kunnen voorstellen, je ziet inderdaad wel eens van die tuinvijvertjes, die zitten helemaal vol, barstjes vol met kikkerdril. En ja, als je heel veel hebt, dan, en er ligt een sloot bijvoorbeeld in de buurt, want dat is ook wel de verspreiding, normale verspreiding van die kikkers. 100 meter, 200 meter, precies. Nou, dan zou ik een beetje een risicospreiding, zou ik zeggen, doen en leg wat kikkerdril dan in zo'n sloot in de buurt. Maar ik zou er niet mee door het hele land gaan slepen, want dan kun je inderdaad visites en dergelijke overbrengen naar andere populaties. Dus dat zou ik afraden. Ja. En hoe zit dat met dat RANA-virus? Is dat genetisch overdraagbaar tussen mama en de kinderen die ze maakt? De kikkerdril? Dat gaat echt via uitwendig contact. Dus kikkerdril is eigenlijk altijd schoon? Dat kikkerdril is schoon, ja, precies. Dat virus hebben überhaupt weinig invloed op kikkerdril. Okay. En dus die gelei, dat vormt eigenlijk ook een beschermde laag daarvoor. Dan loop ik even die kant op, want ik heb begrepen dat er nog wat vragen gesteld zijn. Oké. Twee. Dus dan gaan we eens eventjes kijken. Ik heb hier een vraag van mijn kat Poppy die heel graag eten wil. Dat is ook een vraag. Ik heb een vraag van Capo di Capi. En dat is Babs. Babs, maken mannetjes en vrouwtjes hetzelfde geluid? Of zou je het verschil kunnen horen tussen die twee? Van wat? Van de kwaken, wat is de functie van het kwaken? Dus ik denk dat we het daar hebben over de kikker. Dan is het antwoord eenvoudig. Dat kwaken, dat doen de mannetjes. En de bedoeling is om andere mannetjes te zorgen dat die weggaan. Maar goed, ze komen al op elkaar af en er vinden zelfs hele gevechten plaats. Hè? Dat happen naar kwaakblazen wat wel gebeurt. Maar de bedoeling is om vrouwtjes daarmee met dat geluid aan te trekken. Dus, maar soms gaat dat massaal, dus er wordt massaal, en dat is ook een soort risicospreiding, zou je kunnen zeggen. Maar dan op een hele andere manier, door massaal zeg maar kikkerdril te dumpen in van die kleine watertjes. En dan zou je zeggen, ja, dan wordt alles in één keer opgegeten. Maar ja, die kans die krijgen dieren eigenlijk niet, want tegen die tijd, het ontwikkelt zich namelijk heel snel, die larven, zeker bij hoge watertemperaturen. En dan heeft dat betere overlevingskansen. Nou, ik zie geen vragen meer verschijnen. Ja. Ik heb nog wel een klein afsluitertje voor de mensen die aan het kijken zijn. En dat is namelijk wat video's. Ik heb in die vijver natuurlijk niet alleen foto's gemaakt, maar ook een klein videootje. Ja. Gewoon voor de lol, een leuk videootje om af afsluiter. Genieten jullie nog even van de kikkers. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aandacht. Het was heel leuk om dit te doen samen met Winfried.
En ik denk dat ik weer wat geleerd heb. En ik hoop jullie ook. Geef even een duimpje voor een likeje van deze video. En abonneer je, als je dat nog niet gedaan hebt, op ons YouTube kanaal voor de volgende leuke video's. En dan zou ik zeggen, fijne avond. En Winfried, ontzettend bedankt. Graag gedaan.